En vanavond gaan we onderzoeken of een dialect ook van generatie op generatie gaat. Een echte Hagenees in de stoel met vier moeders erachter. Hier zijn ze. En ons panel heeft een hele lange zomer gehad en rust gehad. En ze zijn er weer. Ik stel ze aan u voor. Nelly Vrijda. Jochem van Gelder. En Angela Gruijk. Fijn dat jullie er weer zijn, ja. Jongens. In het azuurblauw. Wat prachtig. Goed, hè? Mediterranee, zo blauw, zo blauw. Een heerlijke zomer achter de rug. Is dit niet gewoon lichtblauw? Ja, lichtblauw, kind. Ga dan niet zo geinig zitten te wezen. We beginnen aan een nieuwe reeks, nieuwe kansen. De vorige reeks voor de zomer waren jullie niet helemaal top. Nelly was top, ja. Onpoprezen, groot. Jullie moesten nog een beetje inkomen. Ja, we hebben er wel werk van gemaakt. Wat zeg je? We hebben er wel werk van gemaakt. Wat heb je gedaan? We hebben 1 week van onze vakantie hebben opgeofferd. En we zijn, samen in training. We hebben op de hei gezeten. We hebben de Senzui-therapie. En misschien kan jij even vertellen wat het precies inhoudt. Ja, nou, we hebben de tip van Daphne Dekkers. Etherische olie en zo. Massages. Vooral veel mediteren. Veel vaders en zoons bekijken. Ja. En wij zijn er klaar voor. En Nelly had dat niet nodig allemaal? Nee, zeg. Hebben we nog wel gebeld? Maar ze zei ja. Het zou wel op vakantie zijn geweest of zo. Ja, het was inderdaad. Het klonk als een antwoordapparaat. Nee, Nelly, je had het ook niet nodig. Nee. Laten we eerlijk zijn. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. We beginnen vanavond weer met een prachtige aflevering. Namelijk een moeder met haar zoon. En die zoon gaat hele lieve dingen over te zeggen. Luister even mee. Mijn moeder is een echte ouderwetse moeder. Zoals een moeder moet zijn. Ze heeft haar hele leven hard gewerkt. En altijd goed voor die arbeid en mij gezorgd. We hebben wel eens wat ruzie gehad, maar ja, dat hoort erbij. Ze vindt het ook leuk als ik haar iedere dag even bel en af en toe een bakje kom doen. Ook als ik weg geweest, moet ik altijd even bellen dat ik weer veilig thuis ben. En vanavond hoeft u niet te bellen, want ze rijden samen naar huis. Hier is Hagenees Henk Bres. Welkom Henk, in zo vader, zo zoon eigenlijk, zo moeder, zo zoon vanavond. Klopt. Fijn dat je er bent. Je hebt een hele gevarieerde carrière achter de rug. Je hebt in het fruit gezeten, taxichauffeur. Je had zelfs op een gegeven moment een zonnebankcentrum. Ja. En toen zat je opeens in het lagerhuis. Ja. En toen werd je een bekende Nederlander. Ik vroeg me af, hoe ben je daar ooit ingekomen? Door het vechten. Zat een keer bij Adel Den Haag, was ik aan het vechten, toen nog FC Den Haag. Een Fons de Poel van het netwerk, die had dat een keer gezien. Dus die beelden daarvan. Hij zei, dat is Kikkie die gozer. En laat hij maar eens even kijken, gaan we een reporter maken. Dat heette dan zo, de reporter. En dat was dan de Breskant tegen de maatschappij. Tegen de bobo's natuurlijk, weet je. En dat sloeg allemaal Peter Nagels, die had dat gezien. Hij zei, hey, die gozer doet lult lekker plat. En laten we die even ouwe hoeren met een wethouder, Noord-Aners of zo. En dat ging prima. Ja. En dat zag het lagerhuis weer. Ja. Ja, en die vond dat prachtig. Zo is het eigenlijk gaan rollen. Hey, heb je nog door al je activiteiten tijd om met je moeder leuke dingen te doen? Jawel, toch wel. Ik ga af en toe, we bellen elkaar meestal wel regelmatig, weet je. En we gaan af en toe, als het een beetje mooi weer is, ga ik vliegtuigen kijken, weet je, bij Schiphol daar. Vliegtuigen kijken? Spotten of zo? Nee, ik ben niet echt een spotter, maar dat vinden ze leuker. Dan gaan we, dus vlakbij Schiphol, daar hebben we zo'n plaats en dan gaan we zitten. Dan komen die hele grote Boeings, weet je, die dingen, die zit je te trillen in je stoel. Ja, dat is kikkie gewoon. Er zit de hele familie Bres in het autootje? Daar zit de hele familie Bres in het autootje, ja, met een hondje erbij. Alles, ze gaat, mijn moeder dan, die maakt een lekker broodje bal met mayonaise neemt ze mee dan, peper en zout. En natuurlijk thermos fles koffie. Daar heb je dat bankje van gekregen, van die balletjes. Ik ben op dieet. Ja, maar dat doe ik dan toch wel op. Ja, ja. Ja, dat is wel lekker. Henk, je hoeft vanavond niet op dieet, maar je moet wel even langs de moeders lopen om een fotootje te maken. Gaan we doen? Ja, hartstikke fijn. Oké. Okay. Henk met zijn vier moeders vanavond. En wie zou nou dat lekkere balletje maken? Henk met moeder A. Henk met moeder B ziet er zo uit. Henk met moeder C. En Henk met moeder D. Oh, ja, die kruipt in die oren. Vier mooie plaatjes. En ons panel heeft de taak om een eerste schotje voor de boeg te wagen. Een eerste gokje, Nelly.
Ik ga voor moeder B, want die zat zo ontzettend geïnteresseerd en toch ook een beetje zo bescheidenachtig glimlachend te kijken terwijl de ode werd gezegd. Dus B. Eerste gokje B. Ik sla Jochem even over. Heel fijn. Ik ga naar Angela. Vanuit de meditatietechnieken voel ik nummer C. Je voelt nummer C. Ja. Ik voel hem ook. Je voelt hem ook. Hey, jullie hebben dus dezelfde therapie gehad. Echt? Ja. Dat blijkt meteen. Nee, ik zie moeder C zie ik precies hetzelfde doen, eigenlijk maar dan omgekeerd dan moeder B. Want die zit namelijk niet te lachen en die zit ook niet geïnteresseerd. Nou, die is nu wel, maar die zat er heel vooral zo van, ik ben de moeder niet. Ik ben heel erg de moeder niet. Zo. Dus daarom denk ik dat het C zou kunnen zijn. Oké, we hebben een B, we hebben twee C's. Moeders, wilt u de hoofdtelefoons opzetten voor het muziekje straks? Ga ik eerst de vraag stellen aan Henk. Henk. Ja. Er komt een pakketje met de post bij jou. En het adres en het huisnummer klopt exact, maar jouw naam niet. Het is niet aan jou gericht, maar de rest klopt. Je kan je nieuwsgierigheid niet bedwingen. Je maakt het open en wat blijkt, het zit vol met die prachtige kristalfiguurtjes. Waar jouw moeder zo dol op is. Je kent ze, hè? Die mooie glimmende dingetjes. Ja. De vraag is, dat pakketje, je kan het gaan terugbrengen naar het postkantoor, maar er staat geen afzender op, dus de kans is niet zo groot dat het wordt bezorgd bij de rechtmatige eigenaar. Wat ga je met het pakketje doen? Leg je moeder in, pak je het mooi in voor daar met een feestpapiertje en zeg, mam, ik heb iets speciaals voor je gekocht, of laat je aan haar de keuze en je vertelt het hele verhaal? Nou, ik zal niet het verhaal vertellen, denk ik. Want ik denk dan dat ze zegt van, nou, breng hem maar terug, maar ik zal het zelf, zal ik het niet terugbrengen. Want wie weet waar het gaat. En dan gaat er een ander, die gaat er mee vandoor. Ja, het blijft waarschijnlijk liggen op postkantoor. Blijft waarschijnlijk liggen. Nee, dat vind ik zonde, want die dingetjes die staan behaarend kastje best leuk, denk ik. Nee, ik zal ze aan haar geven. Je vertelt kijk eens wat ik van je gekocht heb, schat. Ja, dat je vertelt het verhaal er niet bij. Nee, ik zal het niet doen, nee. Nee. Moeder A. Die brengt ze netjes terug naar het postkantoor. Dat is een nette jongen, hè? Die ja. Henk van u. Ja, goed opgevoed. Ja. Eerlijke jongen. Eerlijke terug jongen. Naar het postkantoor. Ja. Alleen, ja, alles terug. Wat zegt u? Alles terug naar het postkantoor. Alles terug. Keurig. Ja. Dankjewel, moeder ik A. Ik zou het niet willen hebben. Nee, u zou het niet eens willen hebben? Nee. Moeder B, wat doet u zo met dat mooie pakketje? Gaat u dat aan u geven of brengt hij terug? Nou, hij zal wel even in dubio staan, hoor. Maar het is wel heel verleidelijk om te houden. Maar ik denk toch dat hij het op de duur... hij brengt het wel terug. Naar het postkantoor? Ja, netjes naar het postkantoor. Ja, alleen dan gaat hij is een nette jongen, hoor. Moeder C, wat doet u zo met dat mooie pakketje? Nou, ik denk dat hij het wel houdt. Ja? Ja, waar moet hij het terugsturen? Nou ja, dat is niet bekend. Ja, het heeft zo weinig zin, hè? Geeft hij het aan u? Nou, waarschijnlijk wel. Ja? Ja. En u bent er wel blij mee? Ja, tuurlijk. Zo, mooi in de kast ja, erbij. Ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Bij de verzameling. Ja, bij de hele verzameling. Ja. U heeft de hele verzameling. Ja. Dus, ja. Moeder D? Ja? Gaat het een beetje met die hoofdtelefoon? Ja, hè? Ja, hij zakt naar beneden. Hij zakt af? Ja. Dan gaat het permanent. Zo is het goed. Moeder D, wat doet u zo met dat mooie pakketje? Nou, die stuurt u terug. Stuurt u terug? Ja hoor. Ja, ondanks dat de afzender niet bekend is? Ja, gaat hij naar het postkantoor. En dan brengt hij, en dan brengt hij het netjes terug. Kijk, er zijn drie moeders die denken dat die zoon heel netjes is opgevoed. En er is één moeder die zegt, ja nou, dag. Helpt dat jullie in de keuze, Jochem? Dat helpt. Ja. Daarbij ook nog eens een keer dat we de moeders nu voor de eerste keer gehoord hebben. Ja. En ja, ik had echt drie Haagse accenten verwacht. En of ik heb niet echt goed geluisterd, maar ik heb dat alleen bij moeder C een beetje gehoord. Ook nog niet eens zozeer dat het er dik bovenop ligt. Dus vanwege het antwoord en toch het Haagse accent blijf ik gewoon lekker bij C. En Angela? Ja, het accent bij C. En maar ik zit toch, want ik kan me voorstellen dat je als moeder toch denkt van ik heb mijn zoon netjes opgevoed en zou willen van zoon, breng dat pakketje even terug. Dus dat je wel dat antwoord geeft. Maar ik ga met Jochem mee. Wij zijn tenslotte één geworden in de vakantie. Ja. Zou ik maar zeggen, op het gebied van zo vader en zo zoon. Ja, uitsluitend op het gebied van zo vader. Uitsluitend hier achter de desk. Ja. C, voor mij nu even. Nou Nelly, je zit op het eiland. Zie je maar weer, ik ben niet mee geweest in de cursus, maar ik ga wel mee naar C. Toch, ja. Heb de cursus niet nodig. Oké, heb ik nog een nieuwe vraag. Henk, op een feestje raak je aan de praat met een regisseur die heel veel reclamefilmpjes maakt. En hij vertelt jou dat hij op zoek is naar een klein wit hondje voor een commercial.
Nou, je hebt een prachtig klein wit hondje, Scrooge, jouw grote liefde. En dus ja. Je haalt meteen een postfoto, kijk eens. En de man is meteen overstag. Wat een schattig hondje, ja. Dat moeten we hebben. Ja. Nou, jij vindt het best. Het is alleen een noodklus. Over 2 dagen vertrekt het spul naar Thailand voor de opnames van deze commercial. Jij ziet dat wel zitten. Een lekker reisje naar Thailand. Even een weekje er tussenuit, frisse neus halen, prima. Afgesproken, jij bezorgt Scrooge op Schiphol. 2 dagen daarna. Word je opgewacht door een lieftallige, buitengewoon charmante dame. Die zegt, goedemorgen meneer Bres. Geeft u het hondje maar aan mij. En over een week krijgt u hem weer veilig terug hoor. We zullen goed op hem passen. Hoe reageer jij? Nou, ik zou helemaal perplex zijn. Want die mevrouw die kent mij helemaal door en door niet. Zonder meer niet. Want niemand krijgt mijn hondje, nog niet voor een minuut. En zij en de hele filmmaatschappij en allemaal het gas. En mijn hondje gaat lekker mee naar huis. Ja, joh. Ja, zeker. Niks mee. Ja, nee, je geeft... daar ga ik niet eens over discussiëren. Een beetje Thailand, joh. Doe niet zo mutsen. Dat is vredezonde. Nee. Nee, dat ben ik mijn hondje kwijt. Nee, dat is vredezonde. Nee, dat doe ik echt niet. Nee. Nee, ga ik niet eens over discussiëren. Dus je zegt gewoon, nou jongens, prettig reis. Dan krijg ik er een ton voor. Mijn hondje gaat lekker weer naar huis. En we gaan lekker een strandwandeling maken. Ja, en een balletje rak bij de vliegtuigjes. Juist. Goed zo. Ja. Wij gaan naar moeder B. Wat doet uw zoon? Gaat het hondje mee? Nee, dat hondje gaat niet. Nee hoor. Henk laat zijn hondje niet alleen gaan. Henk laat zijn hondje voor geen miljoen alleen, hè? Nee. Dank u wel, moeder B. Moeder C, mag het hondje mee op reis zonder Henk? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Geen sprake van? Nee, geen sprake van. Hondje dan moet hij mee, maar alleen het hondje meegeven, nee, dat doet hij pertinent. Absoluut niet. Nee, absoluut. Niet over te praten, hè? Nee, valt niet over te praten. Dank u wel. Moeder D, mag het hondje mee zonder Henk of laat hij dat niet toe? Nee, dat geloof ik niet dat hij dat toelaat. Hij zit te gek voor zo'n hond. Ja? Ja, nee, dat doet hij niet. Zijn hondje is zijn alles, hè? Is hem alles, ja, ja. Maar nee, dat doet hij niet. Voor geen geld? Beslist niet. Voor geen goud? Nee. Nog geen minuut? Nee, dat denk ik echt. Oké. Dank u wel. Moeder A, mag het hondje mee naar Thailand zonder Henk? Volstrekt niet. Nee? Nee. Niet volstrekt niet. Nee. Dan blijft hij ook thuis. Dan blijft hij ook gewoon thuis? Ja. Dat wil hij niet. Zonder hondje gaat hij niet op stap. Oké. Zelfs met de vakantie niet. Moet het hondje ook mee? Alles gaat mee. Altijd mee. Ja, ja. Ik heb het hondje vandaag nog niet gezien in de kleedkamer trouwens. Nee, hij is lekker thuis nou. Hij is lekker thuis. Maar hij weet dat ik zo weer terugkom. Oh, oké. Okay. Ik heb hem goed verzorgen. Goed zo. Nou jongens, 4 identieke antwoorden kunnen we niet veel mee. Sorry hoor, Angela. Nee, wat heb ik hier nou aan? Nou ja, je hebt weer even dames gehoord. Als we nog eens kunnen kijken. Ja, moeder D, die had een lichte twijfel in haar stem, dus... Die valt af. Postuur, misschien moeder C ook weer. Ik blijf maar gewoon deze koers. Oké, Jochem? Ja. Ik maak een uitstapje. Zo? Nou, zo gewoon. Toch gek. Ja, toch. Ah, we komen straks alweer gelijk wij terug. Wij komen straks. Moeder B, even vanwege de botstructuur, zal ik maar zeggen, qua schedel. Qua schedel? Ja, je ik breng het een beetje omslachtig, maar een beetje hetzelfde soort hoofd eigenlijk. Ja. Even, maar ja, het antwoord hadden we niks aan, dus even naar de B. Even naar B. En Nelly? Ja, ja. Ik blijf nog even bij C, maar ik sta ernstig te wankelen. Staat te wankelen, ja. Je ziet het niet. Ja, dat kan je zeggen, toch? Ja hoor. Maar ze trekt op een bepaalde manier met haar mond dat ik denk van dat doet hij ook een beetje, maar... C, toch. Oké. Ik ben er niet echt tevreden mee. Nee, ik ben ook nog niet helemaal zeker van. Misschien kunnen de vragen uitkomst bieden. Jochem, heb je... Oh, de vragen, ja. Ja. Ja, dit is een verhaal dat ik nog niet zo lang geleden van een vriend heb gehoord. Dat vond ik wel een geinig verhaal, dus ik denk ik leg het gewoon voor. Stel je zit met je Corrie lekker te eten in de Chinese rest. Met je Corrie, dat is zijn vriendin de Corrie. Oh, Corrie, oké. Okay. Research. Het hondje heet Scrooge en de vriendin heet Corrie. Ja, maar hij zit niet met Scrooge eten, want dan ga je niet mee eten in een Chinees restaurant. Nee. Misschien gaat hij mee, maar... Nee. Het is Corrie, hè? Ja. Corrie bij een mooi plekje bij het raam en je hebt lekker zitten eten. Je bent bezig met het hoofdgerecht. En als je zo naar buiten kijkt, zie je op een gegeven moment een vrachtwagen voorrijden. En er wordt een enorme hoeveelheid kattenvoer uitgeladen. En dat wordt direct doorgetransporteerd, zal ik maar zeggen, naar de keuken. En je ziet dat gebeuren. Ja. Wat doe je? Ik ben net lekker met het hoofdgerecht bezig. Hey, welke moeder krijgt een muziekje? B. Toch maar even. Henk, wat doe je? Nou, ik stap gelijk op. Ik betaal geen rekening. Dan hoop ik niet voor hem dat hij gastennis gaat maken.
Want dan staat hij er slecht op, maar ik ga echt naar huis. Ja? En ik eet echt geen hap meer. Ik ga geen kattenvoer eten. Nee. Ja, wie weet wat er is in. Nee, dank je wel. Nee, echt niet. Het kan ook zijn dat er gewoon veel katten zijn in het Chinees restaurant. Nou, niet met een vrachtwagen vol, denk ik. Nee, nee. Dat lijkt me als... Meteen, het is afgelopen, geen hap en afgelopen weg. En dan ga ik weg. Ik reken niet af, ik ga gelijk... Lekker duidelijk antwoord. Lekker naar huis een zak patat eten. Met een balletje. Maar goed, met een balletje. Ja, tuurlijk. En lekker. We gaan naar moeder B. Moeder B, wat doet uw zoon? Wat zou die doen? Dat is de vraag. Ja. Nou, hij gaat wel lekker eten, hoor. Ja, toch wel? Ja, hij gaat wel lekker eten, hoor. Als het maar buiten zijn bord blijft, dan geef het niet. Moet een beetje buiten bord blijven. Ja. Nog een patatje na afloop ergens? Nou, dan een bal gehakt. Tot een bal gehakt. Dan een bal gehakt. Ja, ja. Hij is meer van de bal gehakt. Hij is meer van de bal gehakt. Ja. Was een inkop... Ik wil niet van zien wat erin zit. Was een inkoppertje, hè? Nou, het heeft een klein beetje geholpen, deze vraag. Jawel, 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 toch? Ja. Vind je? Ja, vind ik wel. Ik ben tevreden. Hij is tevreden. Nelly, wat heb jij bedacht? Je ouders zijn gezellig op een avond langs geweest voor een hapje en een drankje. Het is erg leuk geweest, heel geslaagd. En de volgende morgen belt je moeder dat ze bij het helpen met de afwas, na afloop, de ring heeft neergelegd en vergeten heeft mee te nemen. En ze vraagt of je even wil kijken of die ring gevonden is. Jij kijkt, maar kan hem na lang zoeken echt helemaal nergens vinden. En de enige mogelijk is dat die ring met alle rotzooi in de vuilniszak is beland. Maar helaas, die staat net buiten, net zoals alle buren hun zakken ook buiten hebben gezet. En welke is nou jullie vuilniszak? Stort jij je op die zakken om die ring te vinden, of niet? Welke moeder wil jij straks horen? B. B. Henk. Ja, ik denk dat ik alle zakken die er staan, meestal staan ze bij een boompje dan. Die haal ik binnen en dan ga ik in mijn tuin eventjes kijken of die ring erin zit. Want die zou en die moet ik dan hebben. Als ik zeker weet dat die in een van die zakken zit, dan ga ik hem echt alles haal ik eruit. Al moet ik het op de grond gooien, maar vinden zou ik hem dan, ja. Zonder meer. Of het moet een kalkenballenautomaat ring wezen. Dan kan ik wachten, dan niet. Maar we hebben het gewoon over een gewone ring, toch? Ja, echt een mooie, mooie ring. Ja, een mooie ring. Nee, dan ga ik hem... dan pak ik alle zakken open. Nou, dat is hartstikke sportief van je. Moeder B, wat gaat uw zoon doen? Gaat hij al die vuilniszakken openmaken? Hij kent zijn eigen vuilniszakken die hij buiten zet. Die kent... Hij kent zijn eigen vuilniszakken. Maar stel nou even dat dat niet zo is. Hij weet precies hoe wij allemaal de vuilniszakken buiten. Hoe hij ze buiten... Dus hij kent zijn vuilniszakken. Dus hij weet precies welke of die pakken moet. Ja, stel nou. Stel nou. Nou, dan gaat hij ze allemaal nakijken. Ja? Ja, dan gaat hij ze allemaal nakijken, hoor. Zo is hij wel. Wel aardig. Oh, het is zo'n lieve jongen. Oh, het is zo'n lieve... Het is zo'n grote schat. Nou, we gaan de laatste vraag beluisteren van Angela. Angela. Ja. Nou, de Bresmani kent geen einde. En ze willen nu zelfs een aerobics video met je maken. Eindelijk. Eindelijk. Aan het lichaam heb je ervoor. Je gaat erop in, je bent fanatiek sporter, je vindt dat leuk. En bij het ontwerpen van de hoes vragen ze hoe jij nou het liefst op de voorkant wil prijken. Nou, hier heb ik een paar voorbeeldjes. Och, kijk. Meegenomen. Mogelijkheid 1, bres in beweging. Mogelijkheid 2, bres, buik, billen, benen. Leuk, lekker plaatje. En de uitsmijter, mogelijkheid 3, move your ass with bres. Oh, wat denk je van deze mogelijkheid? Wacht even, ik ga nog even de moeder uitzetten. Moeder de C wil ik. Moeder C wil jij horen, goed. Moeder C krijgt een muziekje. Henk, wat wordt jouw keuze? Nou, move your ass. Met bres. Want die anderen die zijn niet om aan te gluren. Ga eens kijken. Dus jij kiest move your ass with brass. Oké, nou, Henk, wil jij even de banden aan de moeder geven? Dan ga ik, moeder C moet je ze geven. Moeder C. Dan ga ik even kijken of moeder C dezelfde... moeder C, uw zoon moet op de voorkant van een van die video's. Waar komt hij nou het beste in uit, moeder C? U heeft daar natuurlijk een kijk op. Nou, ik denk deze. Ja, wat een lichaam, hè? Ja, hè? Wat een stuk. Ja, dat is prachtig. Ja? Ja, wat dacht hij? En dat klopt ook wel een beetje met de werkelijkheid. Ja, zo heeft hij hem ooit afgeleverd.
Nou, een beetje kleiner. Beetje kleiner? Beetje kleiner. Andere proporties. Maar die vindt u mooi, hè? Ja, die is hartstikke mooi. Vragen. Goed zo. Nou, dat is een heel goed antwoord, Angela. Een heel goed antwoord. Ja, ik ben hier erg blij mee. Dat dacht ik al. Daar moeten jullie het mee doen. Ja. Ik ga bij jullie komen voor de laatste keuze. Angela, jij hebt 3 C's staan. Ik heb 3 C's en het zou flauw zijn om weer naar C te gaan. Dus ik doe C. Toch gewoon. Je gaat gewoon weer lekker. Ja, ik schrok ervan. Ja. Ja, je denkt zo, ja, ik denk. Ja, gaat ze toch ergens anders naartoe? Nee, C is helemaal jouw moeder, hè? Ja, is mijn moeder. Goed zo. Jochem. Ja, moeder C? Ja, ik heb een uitstapje gemaakt naar B. Ja. Wellicht familie, maar ik ga toch ook weer gewoon toch een beetje op zeef gooien. Ja. Meeloper. Nou, meelopen. Ik was het eerste met de C. Ik ben er als ermee begonnen, of niet? Maar dat maakt verder niet uit. Ik denk C, toch. Toch eens weer een C'tje voor jou. En Nelly, jij twijfelt nog een beetje, hè? Nou. Ja, ik denk dat B een tante is alweer. Ja. Het zal wel. C. Hoewel, nee, laat ik gokken, laat ik benen. Ja, je hebt toch een beetje dicht voor de tante. En dan zal het wel weer goed zijn. Nou, we hebben een B, we hebben een C, we hebben een C. Ik ben benieuwd. Nieuwe reeks, nieuwe kans hebben we gezegd. Het panel is een therapie geweest. Nou, het moet nu allemaal goed komen. U heeft uw keuze gemaakt. Henk, help ons uit de droom. Wie is jouw echte moeder, de moeder van het lekkere balletje? Ja. Ja, nou, ze hebben het verschrikkelijk goed gedaan. Therapie heb echt heel goed geholpen, maar het is helaas moeder A. Yes! Fantastisch! Geweldig! Ik denk nieuwe reeks, nieuwe kansen. We zitten een uurtje vroeger op de avond. Zijn jullie iets frisser? Geen A te bekennen. Geen A te bekennen. Oh, jongens. Oh, wat erg. Maar het was ook wel moeilijk. Moeder A, u bent de echte moeder, hè? Ja. Ja. En u bent zo dol op die mooie kristallen beeldjes. En u maakt die lekkere balletjes. Wat doet u in de balletjes, moeder A? Ja, van alles en nog wat. Uitje? Nee, geen uitjes. Gewoon curry, poeier en zout en spulletjes. Lekker hoor. Tenminste, die kruiden. Mag ik je mee een vliegtuig eens kijken? Tuurlijk. Vind ik wel lekker. Van mij wel hoor. Een beetje mayo-balletje. Als meneer het goed vindt, dan mag het. Spreek mij erg aan. Ja, ja, heerlijk. We gaan kijken wie of moeder B inderdaad de tante is. Volgens Nelly, moeder B, wie bent u? Ik woon naast hem. Ik ben Arie van Salt. En we wonen gewoon naast elkaar. U bent de buurvrouw. Ik ben de buurvrouw. De bekende buurvrouw. En moeder C, waarvan we toch allemaal dachten, u bent het. Ja, ik ben mevrouw Piekervet en ik ben ook een buurvrouw van... Oh, u woont aan de andere kant? Nee, ik woon erboven. U woont erboven? Lekker met zo'n ventje eronder, hè? Nou, geen last van hoor. Nee, dan is je rustig. Prima. Moeder D, wie bent u? Nou, ik ben hij is een vriend van mijn zoon en schoondochter. En schoondochter. Bent u de moeder van zijn Connie? Nee. Oh, nee. Nee, oké. Okay, nee, maar u bent in ieder geval een goede bekende van de familie. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dat doen we een ander keertje. Het was fijn dat je er was, Henk. Graag gedaan. Ik wens je nog heel veel mooie uurtjes met je moeder, vliegtuigjes, balletjes. Nou, jij vermaakt je wel. Je gaat maar een keer mee. Ik ga gezellig een keertje mee spotten. Oh, moeder, bedankt. En een goede reis terug naar Den Haag. Je kon het niet horen. En panel, nou, het was de eerste keer. Even weer inkomen. Even erin komen. Zo'n therapie is ook niet alles. Volgende week nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Ik hoop dat u volgende week ook weer kijkt. Bedankt voor vanavond voor het kijken. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Zo Vader Zoon. Tot dan. Dag.